De biesbos, ontstaan na de Sint-Elisabethsvloed van 1421, gaat van karakter veranderen. Dit merkwaardige watergebied, vol slikken, kreken en rietgorzen, was bekend en bij sommigen berucht om zijn grote verschillen tussen eb en vloed. Wie tijdens eb met zijn bootje vastraakte op een zandplaat, moest uren wachten op de vloed voor hij zijn tocht kon voortzetten. Aan die eeuwenlange beweging van eb en vloed is nu voorgoed een einde gekomen door de definitieve afsluiting van het Haringvliet. Die geschiedde door de 17 grote schuiven aan de zeezijde van het 1000 meter lange spuisluizencomplex neer te laten. De dam in het Haringvliet, waarvan de sluizen deel uitmaken, is de tot dusver meest gecompliceerde zeewering van het hele deltaplan, waartoe de stormram van 1953 de stoot gaf. Toen met enkele eenvoudige handbewegingen in het bedieningshuis van de sluizen de schuiven naar beneden werden gelaten, kwam er formeel een einde aan het gigantische werk in het Haringvliet, waarmee ruim 13 jaar geleden werd begonnen. De dam dient niet alleen als zeewering en beschermer van het noordelijk deltagebied, met zijn dichte bevolking en zijn talrijke industrieën, maar fungeert tevens als hoofdkraan voor de zoetwaterhuishouding van heel Nederland. Want het water van Maas en Waal, dat tot nu toe voor ongeveer de helft ongebruikt naar zee stroomde, wordt nu door de Haringvlietdam tegengehouden. Daardoor komt er meer zoet water in dit gebied beschikbaar. De veranderingen die door de afsluiting van het Haringvliet met name in de Biesbos ontstaan, beperken zich niet uitsluitend tot de landbouwgebieden, waarvan zo'n 1000 hectare onder water zal komen te staan. Ook de flora en de fauna zullen zich door het verdwijnen van de getijbeweging sterk wijzigen. Maar vooral door de aanleg van grote drinkwaterbekkens in enkele historische polders, zoals de Petrusplaat, zal het karakter van de Biesbos veranderen. Want er worden hoge dijken opgeworpen en katterzuigers halen het zand weg, opdat er diepe bekkens kunnen ontstaan. Dat zand wordt gebruikt voor de opspuiting van nieuwe industriegebieden in het Moerdijkgebied. De 4 grote spaarbekkens zullen 500 miljoen kubieke meter drinkwater gaan leveren aan Rotterdam en aan Brabant en Zeeland. Maar al deze veranderingen zullen tevens ten goede komen aan de massa-recreatie in de nieuwe Biesbos, die in de komende jaren binnen het bereik van zo'n 2 miljoen mensen zal liggen. Liefhebbers van de watersport zullen hier ook straks nog voldoende ruimte vinden en kunnen spelen varen te midden van een blijvend unieke vegetatie. Ook in de toekomst zal de Biesbos Brabants grootste natuurgebied blijven.